doen. 43 kilometer. Ja, oké. Ik heb er toch niet zoveel vandaag en ik ben de laatste natuurlijk van vertrek. Bijna de laatste van vertrek. En nou, we starten op de camping. En die mensen die worden vermaakt vandaag, hè? Ja. Oh, ik loop al helemaal achteraan, zoals het hoort. Ja, ik loop nog steeds achteraan. Ja. En na 200 meter zie je weer het prachtige bos ingelopen. Hey, dankjewel. Eens kijken. Ligt er mooi bij. Dus, nou, gaat een mooie dag worden. Nou, het heet de Hooilanden Trail. En dat is waarschijnlijk om door hier langs de Hooilanden te gaan. We gaan hier net een stukje door het bos. Dan gaan we door het landelijk gebied. Wat mooi, hè? Het wordt een warme dag. Maar een beetje rustig aan doen. Ja. Hier gaan we door het hekje voor de koeien. Die gaan nog de vlucht voor mij. Dus gelukkig maar. Geen last van de koeien. Ja, en meteen maar het bruggetje over. Echt in een koeienvlaai gestapt. En hier staan de koeien ook wel eens. Een stukje bos. Ja, zo'n 5 kilometer onderweg. En we lopen al een kilometer over dit paadje. Ja, het is een bospad. Maar een beetje recht. Ja, het is beter lopen dan over het asfalt natuurlijk, hè. Mooi, het is druk geworden. Volgens mij word ik ingehaald door de 25 kilometer lopers. En dit is het bos. Ik heb de camera uitgerold. Hier is de splitsing. Dan moet ik. Ik moet links. 25 gaat rechtdoor. Oh. En we lopen meteen weer bijna alleen. Zie je dat? Mijn 18 meter weg. Die kant op. Klop. En we zijn weer op de gewone route. En ja, die komen vader en moeder op jezelf voorbij natuurlijk. Ja, oh, ze wijzen een goede kant uit. Ja, dat vind ik raar. Moet ik zeggen. Maar nou zit ik weer op de goede route. Want zwaar wordt er tegenover vandaan gekomen. Curieus. Maar goed, het zal wel een paar honderd meter over de asfaltweg te lopen. Om dat de weg omgelegd was route. En hier komen we bij de verzorgingspost. Hallo! Even kijken wat ze hier hebben. En sinds de verzorgingspost lopen wij over de rechte stukken. Langs de bosrand zoals dit. En nou, dat is mooi. Dus, er zit onduidelijkheid in de route. De GPX die klopt niet meer. Die zit hier niet meer op. Maar het is wel singletones. Kijk, mooi veld. Het is wel een mooie omgeving. En het is schitterend weer. Het loopt mooi langs het water. Mooi velletje. Vermoedelijk een oud veengebied. Ja, ruim 13 kilometer onderweg. En we lopen over de vlakte waar we net langs liepen. Helaas is de hei uitgebloeid natuurlijk. Maar jammer. Maar het blijft een hele mooie vlakte. Kijk zo. In het zonnetje lijkt het net alsof de hei nog een beetje bloeit. Er zit nog een beetje paars groet in. Mooi, hè?
topdagje, hè? Zo. Ik wil toch maar meemaken. We zijn 70 kilometer onderweg. En we lopen nu al een tijdje over dit bospad. Er zitten wat bochtjes in. Maar de grote lijn is het natuurlijk helemaal recht. Maar het is een mooi bos. Af en toe een omgevallen boom waar we omheen moeten. En zomaar, volgens mij gaan we over 100 meter linksaf. 18 kilometer onderweg nou. En kijk eens, een mooie omgewaaide boom. Maar er zijn dus ook stukjes singeltrek. Zoals hier. En ik loop al een hele tijd achter dit clubje aan. Meen dan gereden. Maar ze lopen net een tempo. Wat ik ook kan nou vasthouden. Dus nou, het is nog eenmaal zo. Oh, je gaat een weggetje over. En weer verder. Over het singeltrekje. Dat is nog een mooi velletje. En 19 kilometer onderweg. Dus, ik ben al bijna halverwege. Nou, nog een mooi singeltrekje. Dat is bijna 21 kilometer. Kom maar weg. Heel erg ruim 20. En tegen dat halve marathon nog maar op zit. En het is wel weer een heel mooi stukje. Kleine paardjes. Leuk. Helaas heb ik nog geen wolven gezien. Had toch gekund hier, hè? Maar ja. Ja, komt hier heel vaak voor. Maar vandaag gaan we met de trail in. Dus ik dacht door het centrum. Van dit drukke dorp. Dus we gaan maar eens kijken hoe druk het hier is. Als we verkeerslichten hebben en een café. We hebben hier, je weet, een nieuwe balling op een gracht. En hier links wel een heel mooi huis. En dat was het eigenlijk. Een nieuwe balling weer gehad. En we zijn 22 kilometer onderweg. En dat 23. We lopen nu op de Atlantische vlakte voor Nederlandse begrippen. Ik ben op Dingenveld. Daar staat een ooievaarspaal. En we lopen nu onder de boom door. Over de heide. Daar lopen nog hardlopers. En, ach ja, dit doen we. Hier nog bijna. Eraf getikt. En, kijk eens hoe mooi de hele wijn staat. Jammer dat hij niet meer bloeit natuurlijk. Maar het is schitterend toch. Dit zou snel een keer naar beneden. Plots. En ruim 24 kilometer aan het mooie water hier. De verzorgingspost. Daar zijn we wel aan toe, hè. De verzorgingsplaats. Lopen langs het hartstikke mooie meertje. Ja, kijk hier. Ik zou er wel in willen liggen met dit weer. Helemaal volgegroeid. Mooi, hè. Maar dat is niet de route, hoor. Nou, de route is die kant uit. Dus dan gaan we er maar weer op. Hier, kijk. Uitgeboeide waterlelies. 25 kilometer onderweg. Hartse plaats. Dit is gewoon een heel mooi stuk. We lopen nu over dit gigantische veld. Eens kijken. Allemaal veld. Koeien. Heel loslopen. Op als er een niet struikelt. Ja, het is wel heel heet.
naar de zonbrand. En we zijn de paaltjes ook nog kwijt. Ik denk ongeveer hier. Er ligt een zandstuk op de route. Hoort erbij. En het is een mooi stukje. Het hoeft geen stuk om snelheid te maken. Maar kijk, hier gaan we weer door de uitgroeide hei. En hier eens even kijken. Dit gaatje, 28 kilometer hieruit. En het is natuurlijk niet koudwijker zand, maar toch, het is wel zand. En wel zwaar. Gewoon een heel klein paadje. Oké, tunneltje door. Ik weet niet of we deze of die moeten hebben. Even kijken. Oh, het zal verkeerd kunnen zijn. Dit paadje. Hier hangen de sneertjes. Nou, mooi. 30 kilometer erop zitten ruim. We hebben alweer 2 kilometer een beetje over bredere paden gelopen. Ik loop inmiddels alleen. Ik loop toch sneller dan sommige anderen. Hey, en vanaf de bredere paden gaan we net een mooi singletrekje op. Nou, daar waren we wel aan toe. Over een kilometertje. De laatste verzorgingspost. En dan is het nog 8 kilometer. Piece of cake. Nou, het is diezelfde 34 kilometer. Maar kijk, ook hier heb ik af en toe een obstakeltje op het pad. Dat is niet alleen bij de trails van Chris en Cor. Een oosterweek lopen. Ze zijn in het bos hier. Ja, helaas. We kunnen er niet veel van genieten. Maar wat we wel hebben hier. Is de verzorgingspost. Kijk eens, midden in het bos. En we hebben mensen die helpen met oversteken. Ja, dankjewel. Welke kant moet ik op? Links af. Die kant op. Ja. Oké, dankjewel. En de kiezer. Goed zo. Dankjewel. Zo. 900 kilometer los zitten. We lopen nog op de route. Lintjes daar en ik loop alleen en op het weiland zijn we bijna bij de hooilanden, bij de camping, bij het eindpunt, een kilometer of 3. Een soortje. Ik moest bukken, ik kreeg kramp, dus moet ik even gaan wandelen, want ja, het zat even vast. We zijn er bijna. Dus nu tegenaan, hè? Alles vlots. Hobbelen. Dat valt niet mee in mijn huidige staat. Moet ik zeggen. Dus, het wordt hier even lopen. Wandelen. Nou ja. Maar wel leuk, hè? Keetje. Kijk. We zitten op de route. Want het dingetje. Hartje flesje. Hoe verzint hij het, hè? Ja, een de camping. Ja, is de parkeerplaats. We moeten nog een paar honderd meter voor de finish. Dan heb je de hele camping nog over, hè? Ja. Even kijken. We lopen de camping op. Mooi, hè? Ja, duidelijk. Er zijn een boel mensen aan het opruimen. Volgens mensen, ik denk de laatste dag van het seizoen, hè? En dan gaan ze weer alles. Gaat de kerk weer in de stalling. Maar het is bijna net zo'n enthousiaste menigte als de marathon bij Brighton. Hè? Ja. Zo. Ga je even schellen? Gedaan, gefeliciteerd. Ja. Lekker gelopen? Jazeker. Goed zo. Ja, een mooie route, ja. Ik moet mijn dingen stilzetten. Vier. Ruim 42 kilometer gedaan. Dus de marathon zit er wel in weer. Heel mooi. We gaan hier wat drinken.